Het is Goede Vrijdag en het leek me wel toepasselijk om dan te gaan praten met Sanne van Pasen. Maar daar heb ik niet eens over nagedacht. Ik bedacht ook net op weg hier naartoe. In paasweekend, maar Pasen schrijf je anders, hè? Dubbel A, dubbel S. De luxe variant. Ah, mooi, dat belooft wat. Sanne, ik heb op weg hier naartoe natuurlijk een aantal podcasts van je geluisterd. Je doet die podcast nog niet zo lang, hè? Nee. Wanneer ben je die gestart? Anderhalf maand geleden ongeveer, denk ik. Ja. Ik had liep al langer met het idee rond van, joh, ik heb nog zoveel dingen te brengen en ik wil graag met mensen dingen delen. En ik merk gewoon bij mezelf van, het is heel fijn om een podcast te luisteren tijdens het sporten of tijdens het wandelen of tijdens het huishouden. En toen dacht ik, nou ja, dat is gewoon de manier om informatie met mensen te delen. Dus toen dacht ik, oké, gewoon gaan doen, Sanne. Want je kan allerlei excuses hebben van geen materiaal of whatever. Dus ben ik het maar gewoon gaan doen. Ik vind het leuk, want we zijn nu in Brabant en de meeste podcasts die gestart worden zijn toch allemaal in Amsterdam, van mij op. Hè? Ja. Daar begint iedereen op iedere straat doet tegenwoordig een podcast, dus leuk. We hebben een hoop overeenkomsten, maar daar komen we straks al op. Laten we met het begin beginnen. Je bent net nog geen 30, maar je hebt toch al een hele carrière achter de rug als professioneel veldrijdster. Klopt. Ja, laten we dat maar eerst even uit de weg ruimen. He, want dat is toch waar je het meest bekend op bent en waar mensen je ook misschien van zullen kennen. Wanneer zat je voor het eerst op een fiets en deed je keihard je best? Ik ben eigenlijk vrij laat begonnen met fietsen. In die zin natuurlijk gewoon naar school, maar ik was pas 16, 17 toen ik wedstrijden ging rijden. En dat is eigenlijk heel erg laat, want je ziet dat heel veel mensen met de jeugd beginnen. Alleen ik had zoiets van, mijn vader deed altijd fietsen met een groepje oude mannen. Ik doe al zo met aanhalingstekens, want mag ik natuurlijk niet zeggen dat dat oude mannen zijn. En daar ging ik altijd mee, of zij gingen altijd op zaterdag en zondag fietsen en ik had zoiets van, ik wil met jullie mee. Hoe oud was je toen? Ja, toen was ik 12. Oké. En toen zei ik tegen mijn vader, zeg, mag ik niet een keer mee? Ja, Sanne, dat kan toch niet, je hebt toch geen fiets? Ik zei, wel, ik heb mijn Pipelle fiets. Wat is dat voor een fiets? Dat is gewoon een citybike, zeg maar, waar je gewoon mee naar een normale school toe fietst. Geen wielrenfiets, geen mountainbike. Maar ja, ik zei, nou weet je, ik ga gewoon met die Pipelle fiets mee. En hij zei, als je dat dan volhoudt, dan krijg je van mij een nieuwe fiets. Dus hij had wat tegen mij gezegd, dat ik zou een nieuwe fiets krijgen als ik met hem mee kon gaan. Dus ik long in mijn lijf gefietst, uiteraard. En ik kon dat uiteraard volhouden. Dus ik zat te wachten op mijn nieuwe fiets. Maar mijn vader, die was slim, die kocht voor zichzelf een nieuwe fiets. En ik kreeg zijn oude fiets. Ja. Maar wel een racefiets dus. Het was een mountainbike destijds. Ja. Oké. Okay. Ja, toen ben ik met die oude mannen mee gaan fietsen. Op een gegeven moment wilde ik met leeftijdsgenootjes gaan fietsen. En toen was ik 17 toen ik mijn eerste wedstrijd ging rijden. Ja, en dat ging goed. Je had talent. Ja, het ging eigenlijk meteen goed. Verbazendwekkend. In die zin, in het eerste jaar werd ik geselecteerd voor EK's. Ik was toen bij de junioren fietste ik nog. En ik kwam meteen in een elite team. Gevraagd voor een professioneel team. Dus het ging echt als een trein op het begin. En moet je je voorstellen dat ik de eerste wedstrijd mee aan het koersen was. En toen had ik als strategie dat ik gewoon heel de wedstrijd op kop moest fietsen. Want dan zou je winnen. Want als je als eerste voorop fietst, dan win je. Maar ik had er niet over nagedacht dat je alleen voorop hoeft te fietsen bij de finishlijn. Dus ik was natuurlijk totaal los toen we uiteindelijk bij die streep waren. Dus ik kwam er al snel achter dat het ook een tactisch spelletje was. Van je krachten tot het juiste moment bewaren en dan vlammen. Ja. 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 En keek je in die tijd ook Tour de France zo? Ging de rest van het wielrennen, dus het wielrennen je ook interesseren? Of? Dat is wel steeds meer, ben ik me daarin gaan verdiepen, maar op het begin echt niet zo. Dat is pas echt de latere jaren toen ik echt op hoog niveau deed fietsen. Maar op het begin was ik vooral bezig omdat het mijn passie was en dat ik echt zoveel plezier uithaalde. En dat is ook eigenlijk altijd mijn drive geweest. Ik vind het gewoon zo leuk om te fietsen en om buiten te zijn. Ik ben gewoon echt een buitenmens. Ja, want je komt van de boerderij. Ja. Met een boerendochter, zeggen we dan. Ja. Dat heeft er mede voor gezorgd dat je zo succesvol bent geworden als veldrijdster? Ja, dat idee heb ik wel. Omdat ik gewoon weet dat je ergens, of weet, ik heb geleerd dat je ergens heel hard voor moet werken. En ik was wel vrij snel heel zelfstandig in die zin. Ik woonde op mijn 17 op mezelf. Als ik naar wedstrijden wilde, dan moest ik tegen mijn ouders zeggen, oké, je moet zo laat bij de auto zijn, want we vertrekken dan. De auto was er helemaal ingeladen. Ik zorgde echt van A tot Z tot alles. En ik had op een gegeven moment ook wel door dat als we tegen mijn vader zeiden, we vertrekken om 10 uur, we waren al 10:15 weg. En dat leverde mij stress op. Oh,
Dus dan werd ik helemaal boos. Dus toen ging ik tegen mijn vader en zei, oké, we vertrekken 9:15. Oh ja, slim. Ja. Dus, ja. Voor mensen die niet weten, je hebt een paar flinke prijzen gewonnen. Hè? Kun je ze even, zonder dat het een ego-praatje wordt, opnoemen? Wat heb je gewonnen? Ja, waar ik het meest trots op ben, is dat ik het wereldbekerklassement veldrijden heb gewonnen. Van alle veldrijdsters over heel de wereld? Ja, 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 was ik de meest constante renster van het seizoen. Daar ben ik het meest trots op. En ik heb ook 2 wereldbekerwedstrijden gewonnen. Ik heb de Koppenberg gewonnen. Dat is voor mij een wedstrijd, daar ben ik gekomen. En toen dacht ik, hier wil ik een keer winnen. Dat gevoel op de Koppenberg, hè, dat is dit weekend de Ronde van Vlaanderen, is ook wel de wedstrijd. En het is echt een klassieker in de cross. Dus dat vond ik ook echt een heel gave wedstrijd. Daar ben ik ook echt heel erg trots op. En ik heb gewoon heel veel mooie wedstrijden gewonnen. Bij Europese kampioenschappen heb ik op podiums gestaan, Nederlandse kampioenschappen. 2 keer 4e geworden op een WK. Dus wel jammer dat ik nooit op het podium heb gestaan. Maar desondanks ben ik gewoon heel trots op mijn prestaties. Ja. En even voor mensen die niet weten wat veldrijden is, dan mag je ook afstappen en dan de fiets onder je arm en dan ren je een berg op. Heb je daar zelf de keus in of je de berg op fiets of op rent? Ja. Nou ja, weet je wat het is? Veldrijden is in principe, hè, dus voor mensen die niet weten wat het is, op een wielrenfiets lijkt het op. Alleen dan zitten daar dikkere banden op. Mm-hmm. Meer profiel. En het is echt off-road. Alleen door de omstandigheden wordt het af en toe heel vaak heel erg modderig. Of ijzig. Je hebt natuurlijk in de winter, het is een wintersport, dus je hebt met verschillende weersomstandigheden te maken. En die weersomstandigheden, die bepalen uiteindelijk of je wel of niet kan fietsen. Want als er heel veel modder is, dan heb je geen grip meer met jouw fiets, waardoor je sneller bent te lopen. Dus dan til je fiets op en ren je omhoog. En af en toe zijn de hindernissen ook zo gemaakt dat bijvoorbeeld echt in één keer zo'n steile wand is, dat je überhaupt niet eens kan fietsen. Er liggen balken in, trappen in het parcours. Dus het parcours wordt ook zo gemaakt dat je af en toe van je fiets af moet. Ja, en die modder zat waarschijnlijk tot overal, tot in je neusgaten. Het zag ik wel wat anders uit dan ik er niet uitzie. Ja, de modder zat overal. En ik heb afgelopen weekend toevallig nog iets bijzonders gedaan. En ik was net mijn fiets aan het poetsen en dat is echt niet normaal. Heel je fiets, die kan je gewoon, ja, die zit gewoon helemaal onder de bagger. Ja. En je gezicht is ook gewoon helemaal vies. En je kleding. Ik weet ondertussen heel goed hoe je kleren moet wassen. En wat doet het mentaal met je? Die modder? Nou, ja, zo. Inderdaad, dat interesseert je op een gegeven moment niet meer hoe je eruit ziet. Je wil natuurlijk maar één ding. Dat is zo snel mogelijk en zo hard mogelijk. En ja, ik zit me zo voor te stellen wat. Ben je dan uit je denken? Ben je juist wel veel aan het denken? Hoe is dat mentaal, zo'n wedstrijd? Nou ja, weet je, als je goed bent, dan denk je nergens aan. En dan gaat het goed. En dan zit je in je flow. En uiteindelijk, dat is wat ik nu ook doe, mensen daarin helpen om in die flow te komen. En dat heb ik zelf ook ervaren van, op dat moment, als je aan het worstelen bent, dan is het heel belangrijk dat je merkt, op het moment dat je denkt, in negatieve gedachten zit, dat je weer kan focussen op je proces. En dat je weer in die flow komt. En ik ben daar wel heel sterk in, dat ik er juist van geniet en van die modder en van het ploeteren. Ja. Maar als jij voor jezelf die lat eigenlijk te hoog hebt liggen, of de verwachting te hoog hebt liggen, of dat je te veel met het resultaat bezig bent, dan ga je vooral vechten met jezelf of tegen jezelf. Mm-hmm. Ja, wat ik wel eens zeg, van jezelf win je nooit. Want je moet niet tegen jezelf vechten, je moet gewoon met jezelf lekker genieten van het fietsen en dan ga je het hardste. Dus het is geen overwinning op jezelf als jij snel over of het eerst over de finish komt. Ik denk, dat heb ik toch maar weer mooi geflikt. Ondanks dat ik dacht dat ik het niet kon. Ja, nou ja, het, uiteraard is het overwinning. Maar tijdens het fietsen zelf is het belangrijk dat ik juist gewoon niet tegen mezelf ga vechten. Mm-hmm. Maar dat ik me vooral focus op het genieten, op de ontspanning, op mijn techniek. Kun je daar echt van genieten? Ja. Van zoveel, want je lijdt pijn ook. Ja, ja, dat is pure mindset. Ik lijd pijn, ik vind dat heel erg leuk. En ik merk ook gewoon dat ik dan zo gefocust ben in het afzien. En ik heb dat toen, sinds dat ik stop ben, ook wel aan moeten wennen. Het gewoon dat ik dat afzien niet meer zo vaak deed. En als ik dan nu in het afgelopen weekend heb een wedstrijd gereden. Wel een ander soort wedstrijd. Maar dan vind ik het wel zo leuk om gewoon weer met dat spelletje bezig te zijn. En met je mindset. En hoe je ervoor kan zorgen dat je gewoon het optimale uit je prestatie haalt. Ja, staat eigenlijk op hout om mij een beetje af te leiden. Vind je het goed als ik het... Als ik hem even uit... Meestal lieve kabouter, maar ik draai hem even zo een beetje. Als kijken, zit er misschien naar de kabouter te kijken. Zo.
motor. Ja, misschien komt die straks nog wel even aan bod voor de kijkers en voor de luisteraars. Je hebt een rotjaar gehad terwijl je wel nog fietsen was. Ik heb je podcast geluisterd, als ik het goed begrepen heb. Begon de ellende eigenlijk toen het bij jou van hobby naar professioneel veldrijden ging. Ja. Heb je daar inmiddels een verklaring voor? Wat leverde dat op dan voor je? Meer druk? Of wat was dat? Ja, nee, ik heb in Wageningen gewoond en gestudeerd. En ik heb daar mijn master behaald. En eigenlijk ben ik letterlijk en figuurlijk door mijn studie heen gefietst. Ik heb zowel mijn bachelordiploma als mijn masterdiploma gewoon aan de balen bij de secretaresse ben ik die op gaan halen. Ja, dat is eigenlijk niet normaal hè, dat je dat doet. Maar ik vond het heel normaal, ik kon mijn diploma ophalen. Want ik had gewoon geen tijd voor mijn diploma uitreiking. Dus echt letterlijk en figuurlijk door mijn studie heen gefietst. En toen dacht ik, oké, ik ben klaar met mijn studie. Want tijdens mijn studietijd was het fietsen gewoon mijn uitlaatklep. Mijn passie, mijn hobby. Ja. En toen was het klaar. En toen dacht ik, ik kan nog een tandje erbij. Nog meer gas erop. En ik kan nog mooiere stappen zetten. En toen ging ik echt letterlijk mijn duimschroeven aandraaien. Ik werd nog strenger voor mezelf. Ik ging nog meer trainen, terwijl ik al heel veel trainde. Ik was nog meer gefocust op, weet je, ik wilde om 10 uur in bed liggen. En als ik 9:55 in bed lag, dan was ik chagrijnig, want het was 9:55 en ik wilde om 10 uur in bed liggen. En zo was het met voeding. Met voeding was echt ook wel een dingetje voor mij. Als ik niet kon eten wat ik wilde eten, was ook een ramp. En, was je wel een leuk mens in die tijd? Nou ja, ik denk dat ik echt verschrikkelijk mens was in die tijd. Ik was het liefst gewoon alleen en voor mijn vriend. En vooral toen ik destijds geblesseerd ben geraakt, toen was ik ook echt niet leuk voor mijn vriend. Ik wilde echt op mijn manier mijn passie uitoefenen. En het werd een beetje een obsessie. En uiteindelijk heeft mijn lichaam gewoon letterlijk en figuurlijk gezegd van stop eens dan, want zo gaat het niet meer verder. Zo kan het niet meer. En kwam dat nou echt doordat het ineens moest in plaats van dat je het wilde? Ja, ik had gewoon het gevoel dat in één keer... Ja. Hing er van alles vanaf of zo? Ja, dat was eigenlijk niet zozeer. Maar voor mezelf had ik dat label eraan gehangen. Oké, ik ga hier nu mijn brood mee verdienen. Dus het betekent dat je serieus met je sport bezig moet zijn. En ik sprak toevallig afgelopen week een vriend van mij. En hij zit zelf in hetzelfde schuitje nu. En hij zegt, joh, als ik even geen zin meer heb, dan ga ik lekker ergens anders heen. Die is zoveel meer met die ontspanning bezig. En daar komt bij mij in één keer weer die boerendochter om de hoek kijken. Dat mijn vader zegt, je moet ergens hard voor werken. Productief zijn. Ja, productief zijn. Vakantie, ga je toch vaak veel weg naar het buitenland? Is dat nou nodig? Weet je? Maar dat moet bij een boerderij ook wel natuurlijk. Want iedere dag staan die koeien te schijten. Ja, gaat maar door. Ja. Alleen, dat heeft mij wel een paar mooie levenslessen opgeleverd. Alleen is wel heel erg heftig geweest. Kun je eens een paar van die levenslessen opnoemen? Dus ik begrijp al, het gaat ook om de ontspanning. Dat is ook een vorm van trainen dus eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou ja, voor mij nu achteraf gezien ook gewoon het gevoel, naar mijn gevoel luisteren. Ik ben helemaal, ik ben me echt gaan varen op mijn ratio, mijn gevoel, wat mijn lichaam vertelde. Dat heb ik totaal genegeerd. En dat is misschien een beetje inherent aan van, ik moet ergens af voor werken. Maar ik voelde mijn lichaam niet meer. Ik voelde mijn benen waren letterlijk instrumenten geworden. In plaats van dat mijn benen waren. Ja. Echt functioneel. En natuurlijk, weet je, je lichaam is wel belangrijk dat je het helemaal voelt. En dat je dan functioneert, denk ik, ook het meest optimale. Was je dan nog wel gelukkig in die tijd? Ja, ik was toen wel gelukkig, maar niet toen ik geblesseerd was. Een rotjaar. Ja, toen was ik... Je kon ook niet, je hebt ook niet gefietst toen. Nee. Nee, want je had iets met je knieën. Ja, wat ik had, maar achteraf... Ik had een bovenbeenblessure aan het bovenste gedeelte, net boven mijn knieën en dan aan de binnenkant van mijn benen. Daar had ik gewoon altijd constante verzuring. Dus als ik al 2 trappen opliep in huis, dan stond ik boven aan de trap te hijgen. En dan had ik last van mijn benen en ik dacht, wat is hier aan de hand? En ook als ik naar het dorp verderop fiets, dat is 3 kilometer. Dan was je wel kapot. Ja, wind tegen. Dan kwam ik gewoon bijna huilend aan, want ik had last van mijn benen. Dus ik ben toen stad en land afgereden. En wat ik wilde is eigenlijk een recept. Dat jij tegen mij zou zeggen, of een dochter tegen mij zou zeggen, Sanne... En dan ga 30 minuten op je kop staan, dan ben je er vanaf.
En ze hadden van alles geconstateerd. Knikken in mijn lieslagader, kiezen in mijn knieën. Maar dat was allemaal aan één kant. En ik had aan beide kanten klachten. En op een gegeven moment ben ik tot een inzicht gekomen, wat voor mij ook wel een heel belangrijke levensles is geweest. Dus, ik was met mijn vriendinnetje, zij is huisarts, was ik aan het eten. En zij vertelde een verhaal over een patiënt van haar, dat ze niet wist wat het was. En toen zei zij de woorden, misschien zit het wel tussen de oren. En toen werd ik heel boos. Ik voelde op me echt borrelen van, ik werd echt heel erg... Ja, heftig. Want ze had gelijk? Ze had niet gelijk, want er werd ook tegen mij gezegd. Mensen zeiden tegen mij, Sanne, misschien zit het wel tussen je oren. Ja. En dan werd ik altijd helemaal boos van. Van, ja, ik weet echt wel dat ik pijn aan mijn lichaam heb. Dat voel ik toch. Maar toen begreep ik wat ze bedoelde. Van, als iemand, je hebt een bepaalde levensstijl. En als jij eigenlijk dezelfde levensstijl blijft handhaven. En er gebeurt in één keer iets waarin de zin van je krijgt klachten. Maar je blijft dezelfde levensstijl met diezelfde levensstijl doorgaan. Ja, dan blijf je die klachten houden. Dus toen kreeg ik het inzicht van, joh, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus ik moest drastisch mijn leven anders gaan inrichten. En ook op een andere manier tegen mezelf aan kijken. Een stuk liever zijn voor mezelf. Mijn voeding, ik heb mijn lichaam gewoon totaal verzuurd. Ik denk wel bijna 6 jaar lang achter een stuk door. En ja, een universitaire studie afgerond in combinatie met topsport. Dus op een gegeven moment, ja, gewoon te veel geweest. Zou je kunnen afvragen, wat kwam of komt die bewijsdrang dan zo vandaan? Dat je toch het idee had, ik moet echt laten zien dat ik tot heel veel in staat ben. Ja, ik weet dat ik vroeger altijd tegen mij gezegd van, ik wilde eigenlijk boerin worden. En toen wilde ik, ja, dan hoef je maar naar de LTS. Want ja, waarom zou je als je boerin wil worden naar de HAVO gaan? Ja. Maar ik kon naar de HAVO. En toen hebben mijn ouders eigenlijk altijd gezegd, probeer het nou maar gewoon. Je kan altijd terug. Maar ja, dus ik ging naar de HAVO en toen kon ik naar het VWO. En toen zei mijn ouders, probeer het nou maar. Je kan altijd terug. Ja. Maar... Je wilde niet terug. Nee, ik ben altijd iemand geweest van, ik zal wel eens laten zien. Ja. Ben je de oudste of de jongste van jouw zussen? De oudste. Je hebt dus nog 3 jongere zussen. Ja. Is dat, heeft het misschien ook iets met een voorbeeldfunctie te maken of zo? Nee, daar heb ik eigenlijk niet echt... En je hebt dus ook geen oudere zus waar je tegenop kijkt. Dus dat kan het ook niet zijn. Nee. Dus eigenlijk denk ik echt puur voor mezelf. Dat ik wel het aard van een beestje zit. Van als ik ergens iets mijn zin op heb gezet. Dan moet het. Ja. Ja. Net zoals met dat fietsen. Die zou ze wel even laten zien... Ja. Dat je ze bij kon houden, die volwassen kerels. Ja, dat is eigenlijk als ik dat in mijn kop heb zitten. En dat zegt mijn vriend nu ook nog wel eens. Als ik een rugnummer opspeld op mijn rug. En dat is gewoon puur dat mindset. Dan weet ik gewoon, ik ga in die wedstrijd alles geven. En dan ga ik alles aan doen. En dan moeten die anderen nog steeds wat beter zijn. En mijn conditie is natuurlijk wel minder als toen. Maar die drive zit er nog zo in. En je hebt wel eens gezegd in een gesprek dat jij wist... Als je een wedstrijd won, wist je dat eigenlijk al van tevoren. Ja. Hoe werkt dat dan? Ja, dat is... Je staat met een gevoel op en je weet dat alles klopt. En je voelt dat, je voelt gewoon dat je fysiek in orde bent. Mm-hmm. En dat je ook doordat je fysiek in orde bent, ook de juiste mindset hebt. En dat je gewoon in die flow zit. En ik denk dat iedereen het gevoel wel kent van ik kan vandaag heel de wereld aan. Ja, en dat gevoel heb ik dan. Dat je denkt, ik ga ervoor vandaag. En kan je dat gevoel opwekken of is dat er of is dat er niet? Dat kan je opwekken. Dat merk ik nu nog steeds. Alleen dat is wel heel belangrijk. Ik merk aan mezelf dat je fysiek gezien dan ook gewoon echt fit moet zijn. Dus, en vaak als sporters zijn, vraag je vaak te veel van jezelf. En nu merk ik dus afgelopen week, ik heb een wedstrijd gedaan. Ondanks dat het niet meer professioneel is, was ik toch heel erg moe. Dan merk ik heel de week dat ik mentaal ook iets prikkelbaarder ben. En dat hangt echt zo met elkaar samen. Dus toen ik topsport deed, was rust ook heel belangrijk. Want dan, als je fysiek uitgerust bent, kan je mentaal ook in de juiste flow komen. Ja. Ik heb al eerder met een sporter gesproken en die had het over, dan ben je in de zone. Je noemt het flow. Hij zegt, dan lijkt het alsof alles vanzelf gaat. Is dat dan een kwestie van bijvoorbeeld bijna zelf uit de weg stappen en gewoon dat lijf zijn ding laten doen in combinatie met die fiets? Of
In hoeverre komt Sanne daar nog aan te pas? Eigenlijk niet. Nee, want dan is het gewoon je lijf je ding laten doen. In hoeverre is het Sanne? Maar mijn gedachten zijn niet meer nodig. Weet je, het gaat automatisch. Het gaat vanzelf. Je weet waar je op moet focussen. En je weet gewoon dat je kan vertrouwen. En ik spreek ook heel vaak nu tijdens mijn eigen coaching met sporters. Die zeggen dan, ja, ik twijfel of ik een bepaalde actie moest uitvoeren tijdens het sporten. Maar dan weet je gewoon dat je in een verkeerde mindset bent. Want dan zit je niet in die flow. Want dan ben je aan het beredeneren. Ja. Dan, weet je, dan handel je op je gevoel. En eigenlijk als je op je gevoel handelt, dan gaat het meteen automatisch. En tak, tjak, tjak. En dan gaat het vanzelf. Ben je dan bijna zelf een soort toeschouwer van wat er zich afspeelt? Ja, dat is voor mij, dat zou je zeggen. Maar voor mijzelf is het wel, zit je al echt in je lichaam. Maar het is dat je dan, voor mijn gevoel, ben je met je raadje en je gevoel is gewoon zo met elkaar één. Symbiose. Ja. 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 Geen frictie. Nee. Het werkt perfect samen. Ja. 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 Lijkt me heel fijn. Maar dat kan natuurlijk niet iedere dag. Nee. Maar heb je dan de dag na zo'n wedstrijd ook wel eens een low of zo? Dat je denkt, verdorie, ja, nu was het maar weer gisteren. Ja. Ja, natuurlijk. En ik merk aan mezelf, hè, dat je dus echt samen bent. Dat je dus echt in die flow zit. En dat je ook nu je gevoel en je verstand goed zit. Dat ook heel veel te maken heeft met vermoeidheid. Als je lichaam moe is. Dus vaak na een dag na de wedstrijd. Zit je er daarna niet meer in. Omdat je zoveel van je lichaam hebt gevraagd. Dus je moet ook herstellen. Dus dat hangt ook gewoon samen. En dat is een stukje, denk ik, om topvorm te bereiken. Hardlopers hebben de runners high. Heb je ook een high dan? Kan je wel slapen bijvoorbeeld een nacht na zo'n wedstrijd? Is lastiger. En vooral ook door de prikkels wat er allemaal dan achteraf gebeurt. En dan... Zeker als je wint. Je wordt op een podium gehezen, applaus, fotografen. Ja, ja, ja. Dat is, en dan ook nog dopingcontrole, dat hoort er ook nog allemaal bij. En dan ook nog gewoon een stukje verzorging van jezelf, maar ook van je materiaal. Daar had ik natuurlijk wel mijn begeleiding voor. Maar ja, het is toch thuis ook weer alles netjes opruimen. Hoort er ook gewoon allemaal bij. Dus ja, ken ik die high? Ja. Heb je er wel echt van genoten? Of komt dat nu later pas? Je denkt, jeetje, wat heb ik toch eigenlijk allemaal voor leuke dingen meegemaakt? Sommige momenten wel, sommige momenten ook niet. Ben er wel steeds meer van gaan genieten. Ik heb denk ik sommige dingen ook wel te veel vanzelfsprekend gevonden. Dat het... Ja. Dat het toch wel lukte? Of? Ja. Ja, dat het toch wel lukte. En dat het kwam gewoon heel veel op mijn pad. En ik deed het allemaal maar. En ik kreeg heel vette kansen. En ook met team samengewerkt. Ik heb 2 keer mijn eigen team neergezet. Dus met mijn eigen sponsoren. En ik deed het wel eventjes. En achteraf ben ik daar super trots op. Maar op het moment dat ik het wereldbekerklassement won, heb ik dat niet echt van gevonden. Want toen was ik echt aan het bedenken, next. Volgende. Ja, ja, echt niet genieten van die reis. Gewoon hup weer, bam, bam, bam. Hoe ver is ego daar bij betrokken? Hè? Want mensen zijn trots op je, je bent trots op jezelf. Daar wil je meer van. Tenminste, dat weet ik uit mijn carrière. Als ik voor 1000 mensen gedraaid had, moest de volgende keer 2000 mensen zijn en dan 5000. En zo ben je maar, hè, met luistercijfers, hoe was dat voor jou? Was er een stemmetje in je hoofd dat zei, oké, next, ja, je zegt dat net zelf, en nu de next big thing? Ja, het was natuurlijk wel mijn ego, maar meer voor mezelf, want ik deed het niet voor andere mensen. Maar waar ik me gruwelijk aan gestoord heb, en ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb me gruwelijk aan gestoord dat mensen mij alleen maar als die topsporter zagen en Sanne met die prestaties. En dat mensen ook in die zin heel raar zijn op het moment dat het goed gaat en dat je succesvol bent. Dan heeft iedereen het over je en dan is iedereen geïnteresseerd en wil iedereen wat van je. En toen was dat jaar weg geweest. En ik heb echt, ik wil niemand voor zijn kop stoten, maar ik heb eigenlijk van heel veel mensen niks gehoord. Ik heb natuurlijk mijn echte mensen om me heen. Die wist ik wel dat die er zouden zijn. Maar ik vind het wel bizar dat mensen zo werken. Ja. En dat zei ik ook wel. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk om te zien wie zit daar nu in plaats van de radio DJ of de topsporter. Ja, ik vind het heel belangrijk wie is dat nu echt. Ja, dat is ook het fijnste. Dat voel je meteen of iemand oprecht geïnteresseerd is in je
Of alleen al in de naam en de faam, zullen we even zeggen. Ja. Je bent nog na dat jaar teruggekomen, hè? Toen had je er wat meer plezier in. Maar nu ben je gestopt. Waarom ben je gestopt? En hoe voelt het? Nou, laten we beginnen met waarom ben je gestopt. Waarom ben je gestopt? Nou, ik ben toen nog teruggekomen. Ik heb nog 2 jaar gefietst. En in dat laatste jaar had ik zelf zoiets van, weet je, ik wil nog 1 keer een kunstje klaren. En ik wil 1 keer voor die top 5 in de wereld gaan. Mm-hmm. En dan is het klaar. Als dat niet lukt, dan is het klaar. Ik zeg het nu eigenlijk al verkeerd. Want ik had dus de doelstelling top 5. Ik had er mijn eigen team voor opgericht. En als ik dat haal, dan ga ik door en anders zou ik stoppen. Je werd nummer 6. Ik werd nummer 6. Ja. En ik heb er pas ook met mijn trainer nog over gehad. En ik zei het net ook al verkeerd in die zin. Ik had zelf onbewust al de keuze gemaakt. Dit is mijn laatste jaar klaar. Ja. En dat is ook de reden geworden dat ik 6e ben geworden. Omdat ik voelde gewoon alles. Het is genoeg geweest. Ik heb andere dingen te doen. Ik genoot nog heel veel van het fietsen. Maar ik merkte ook dat het routine werd. En dat het me niet gelukkiger maakte als ik nou zou winnen. Of als ik 5e werd. Ja. En natuurlijk was het even die kortstondige euforie en die adrenaline. Maar ik dacht, er zijn nog veel andere mooie dingen in het leven. Dus die keuze had ik al onbewust voorafgaand aan het seizoen gemaakt. Ik had mijn eigen team en alles om me heen gezet. En super gaaf om zo mijn carrière af te sluiten. Met heel mooi afscheid en nog mooie prestaties. En ik ben nog 10e tijdens mijn laatste WK. Dus daar heb ik enorm van genoten. Maar dan zit je ineens, tussen aanhalingstekens, thuis. Ja. Toen kwam er toen een dip? Kwam er het grote zwarte gat? Of viel dat wel mee? Nou, ik dacht, ik bereid dat heel goed voor. Ja? Ja, want? Je had weer allerlei nieuwe plannen. Ik heb daarin misschien wel een fout gemaakt. Het is misschien wel een mooie les geweest. Ik had zoiets van, ik kon kiezen, waar ga ik voor werken? Want, ze stonden allemaal klaar. Ja, ze stonden allemaal klaar. Ik had verschillende lijntjes uitgegooid. Ik had natuurlijk een mooie opleiding behaald. Ik heb 2 keer mijn eigen team neergezet. Dus ik was al ondernemer. Eigenlijk wel een interessant cv voor heel veel bedrijven. Vooral in relatie met sport. Dus ik ben op zondags heb ik mijn laatste wedstrijd gereden. En op woensdags ben ik gaan werken bij Shimano. Je had 2 dagen tijd om er van bij te komen. Ja. Hè? 48 uur. 48 uur. En ik ging de uitdaging aan dus bij een heel leuk bedrijf. En zij zaten destijds nog in Nunspeet. En Nunspeet Vlieren, dat is 1 uur en 3 kwartier rijden. Als je geluk hebt. Als je geluk hebt. Dus ik ging vaak op maandag heen en kwam donderdag terug. En uiteindelijk merkte ik wel aan mezelf, ook in die rol, ik had echt een super toffe rol. Maar ik merkte van, oké, Sanne, volgens mij is het nog niet tijd dat je dit doet. Dus ik ben daar uiteindelijk 9 maanden heb ik voor Shimano gewerkt. Toch nog behoorlijk lang, maar ik heb al vrij snel aangegeven aan mijn leidinggevende van, volgens mij ben ik te snel gegaan. Had ik even een andere stap moeten nemen. Had ik eerst tijd voor mezelf moeten nemen. Even bijkomen. Ja, even bij moeten komen. Dus dat heb ik alsnog gedaan. Dus ik heb daar 9 maanden gewerkt. Ik heb 2 maanden niks gedaan. Zo. 2 maanden. Ja, 2 hele maanden. Ja, dat is waar. Dat is voor jou doen wat je al zegt. Is het al heel... Ja, heel veel. Gewoon een beetje lummelen, gewoon een beetje niks doen. Toen heb ik niks gedaan, ben ik thuis geweest, heb ik gewoon het huis opgeruimd. Mm. En nog wat dingetjes afgerond die ik van mijn carrière nog, weet je wel, je materiaal, allemaal dingen nog uitzoeken. Toch weer bezig zijn. Ja, tuurlijk, maar dat is wel gewoon geen agenda, maar gewoon waar je zin in hebt. En toen heb ik een heel gave reis met mijn vriend gemaakt naar Patagonië. Oh ja, ik verstond polygamie, maar dat is iets anders. Patagonië, ja. Ja, Patagonië. Ja. Maar is het heel koud? Dat is niet heel warm. En dan zijn wij op de fiets heen gegaan. Vanuit Vlieren? Nee, Zuid-Amerika is met de fiets. Ja, precies. Okay. In het vliegtuig. En dan is het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. En toen zijn we eigenwijs geweest. Ik las op een forum, het is handig vanwege de wind om van noord naar zuid te fietsen. En wij hadden onze ticket, hadden we gepland staan van zuid naar noord. Toen belde ik mijn vriend op, toen zei mijn vriend, ach, maar Sanne, wij zijn wel wat gewend, toch? We zijn nu van teruggekomen. We zijn niks gewend qua wind. Dus het waaide daar zo hard, ja. Oh. Weer afzien. Nou ja, we hebben toen, het Patagonië is heel uitgestrekt.
Is dat echt een land? Of is het is een regio. Oké. Okay. Ja, het is een regio Argentinië, Chili is dat. Oké. Okay. En uitgestrekt en ver weg. Lekker. Ja, was super gaaf. En toen... Ja, toen kon je echt even... Niks doen. Nou ja, voor dingen verwerken ook. Ja, ja, ja. Ja, wel, dat was toen ook wel heel fijn. Gewoon even weg en zo lang weg ook van huis en met niks. Want we hadden een fietstas op de fiets, maar daar... Waar sliepen jullie? Ja, in onze tent, bushokjes en al. Echt? Ja, of ook in hotels hoor, maar okay. Gewoon waar wij terecht konden. Maar gewoon een avontuur. En dat heeft een maand geduurd of zo? Of nog langer? Nee, langer. En, ja, we zijn een maand weg geweest. Ja. Ja. Dus relatief kort, maar het was wel echt... Aan te raden. Ja. 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 En mediteer jij ook? Ja. Ja. Hoe vaak en waar? Nou, ik doe het dagelijks. Toen minder als nu. Nu doe ik het echt, merk ik ook. Want als ik het niet heb gedaan, dan, dan merk ik dat gedurende de dag. En dan moet ik wel weer eventjes terug naar mezelf. Wat ik nu dus doe, 's ochtends mediteer ik. En dan of ik ga wandelen of fietsen. En dat probeer ik ook dus toe te passen op de fiets. Maar dan is het dan mediteren, ja, visualiseren met bewuste aandacht naar jezelf. Dat is wat ik dan doe. Ja. Ja. Goed dat je het woord laat vallen, want daar gaat ook een van jouw eerste podcasts over. De kracht van visualisatie. Ja. Is dat simpel gezegd echt dat jij jezelf al als eerste over de finish ziet gaan? Ja. En niet als toeschouwer, maar als jezelf. Dus je wekt het gevoel al op van hoe het voelt om te winnen. Ja. Of om de beste ergens in te zijn. Of om de top te bereiken. Of van de berg. Of wat je dan ook wil. Ja. Ja. Dus je kijkt echt... Je gaat in je lichaam en je ziet het beeld voor je, maar niet alleen je beeld. Je hoort de omgeving, je voelt het. En ik deed altijd mijn wedstrijden, voorafgaand aan mijn wedstrijden, visualiseren. En dan voelde ik echt die spierspanning in mijn lichaam. Dus nou, op de fiets denk je heel vaak dat je alleen je benen het werk doen. Maar op het moment dat je aan het sprinten bent, dan ben je echt, trek je je schouders aan en dan voel je je fietsen en je stuur pak je dan vast. En dat ga je helemaal voelen. En dat vind ik heel gaaf van visualiseren. En ook amateursporters, die kunnen dat ook gebruiken. Van hoe gaat dat voelen in je lichaam, bijvoorbeeld als je bepaalde angsten hebt op de fiets. Hè? Veel mensen die net gaan fietsen op een wielrenfiets is best wel eng. Of op de mountainbike. En dan voel je die spanning. Maar ga eens maar eens visualiseren. Hoe wil je op de fiets zitten? En hoe ontspannen wil je dan zijn? En hoe doe je dat dan? En jij vertelde straks over jouw knie ook... En dat spookt dan ook van allerlei gedachten door je heen. Als je last van je knie hebt, zou ik wel kunnen fietsen. Maar hoe wil jij jezelf voelen als je op die fiets zit? En hoe kan het dan erbij aan bijdragen, die visualisatie, dat je uiteindelijk ontspannen op de fiets zit, als je dat dan gaat doen? Moet je daar een rijke fantasie voor hebben? Nee. Kan iedereen dat? Ja. Ja? Ja. Dus je doet je ogen dicht, je gaat liggen of zitten, dat maakt niks uit. Nee. En je beeld je dus als het ware al in hoe het is. Ja. Hoe het voelt, de wind, de lucht, de beleving. Ja, hoe de beleving om je heen is. En dat is echt wel enorm mooi. Ja. En waar doe je dat nog meer mee dan? Het visualiseren. Ja, gebruik je dat ook voor, voor een coaching of tijdens een coaching? Zitten jullie hier wel eens te visualiseren? Ja. Ja, ja, ik gebruik dat in mijn coachtrajecten heel erg veel. Want dat doe je nu, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ik coach... En niet alleen sporters? Eigenlijk vooral amateursporters of eigenlijk fanatieke mensen. En vaak hebben ze wel iets met sport. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld een menner. Iemand die doet paardenmennen aan het coachen. En daarin gebruik ik het visualiseren voor het mennen. Maar ook, hoe wil jij je bedrijf inrichten? En hoe wil jij jezelf voelen binnen jouw bedrijf? En hoe wil jij, het stukje waar heel veel mensen tegenaan lopen, een stukje nee zeggen. Het nee zeggen tegen bepaalde klanten. Hoe voelt dat als je dat gaat doen? Dat doe je dan al van tevoren in gedachten. Ja, 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 ja. En hoe wil je dan, dat ze gaan reageren? En ik zie ook, ik ben mensen erin begeleid ook met trajecten om eigenlijk hun bedrijf vorm te geven. En zo gaaf om te zien dat uiteindelijk ook lukt. Wat ze helemaal dus al... voor zich zien, maar dat helpt dan op het moment dat die situatie daar is om zo te handelen. En je denkt, oh ja, daar heb ik al een keer meegemaakt. Daar heb ik ervaring mee. Ja, ja. Ik weet dat het goed komt. Ja.
En dat is zo mooi om te zien. En ik gebruik zelf ook als ik presentaties ga geven. Hoe wil ik dat het publiek zichzelf voelt? Of ook in voor mijn eigen bedrijf. Hoe wil ik mensen die coach zichzelf voelen? En dat helpt zoveel bij het maken van mijn content en van een podcast als je die maakt. Dat je jezelf eerst inbeeldt van oké, hoe wil je jezelf voelen? En zou je dat ook bij een date kunnen doen? Je bent zenuwachtig voor de eerste date. En dan ga je van tevoren gewoon eens even zitten zo van... Oké, dan kom ik binnen en dan stel ik me voor en dan... Ja. Of ga je er niet juist krampachtiger van worden dan? Dan komen ze zo eens... Oh shit, dat moet ik... Blijf je wel spontaan daardoor? Ja, ik denk van wel. Maar het is hier wel heel erg belangrijk bij dat je ook naar je ademhaling toe gaat. En dat je dus niet zomaar zit... Nu ga ik visualiseren en in die verkramping zit. Nee. Gewoon ga eens lekker genieten en zorg dat die glimlach op je gezicht komt. En hoe wil je jezelf dan voelen? En op het moment dat je bijvoorbeeld in die date of op de fiets in die spannende de situatie komt, dan komt er in één keer zei je, hey, ik zit in die spanning. Oh ja, hoe doe ik dat? Even naar mijn ademhaling toe. Even weer rustig worden. En dan kan je verder gaan. En het kan gewoon even een bewustwording momentje. Want vaak blijven we vliegen. Ik zeg altijd met je hoofd tussen je hoofd. Dat je kom je in je ratio te zitten en je angst. Maar eigenlijk wil je gewoon naar je gevoel toe en gefocust zijn gewoon op die flow en die fun. Ja, dat is meer naar je gevoel toe gaan. Ja. Zag ik nou beneden bij jou in de huiskamer ook een soort vision board staan? Zijn dat herinneringen of hangen dat dingen op die je nog graag wil bereiken? Ja, nou dat is toevallig zijn wat foto's, maar ik heb wel een eigen vision board. Ja. Geloof jij in de law of attraction? Ja. Ja. Heel erg. Ja? Ja. En werkt dat echt? Ja, je zult de film The Secret ook wel gezien hebben. Nee, die heb ik niet gezien. Nee, die gaat daar over. Ja. Dan wordt het wel heel erg gefocust op geld. Ja. Wat trek je dan? Heb jij dit gesprek ook naar je toe getrokken? Had jij... Ja. Ja? Ja. Je bent niet zomaar hier. Dat is toch best wel eng. Dan denk ik bijna alsof ik een voodoo poppetje ben wat hier nou toch... Je moet wel heel erg lachen. Ja, maar ik zag jouw reactie. Ja, dat ik het eng vond. Nee, ja, ik geloof er ten dele in, dus ik vind het mooi om te horen. Het gekke is, op lagere school had ik ook vaak, weet je wel, dan was er een loterij, dacht ik, ik zal wel weer gaan winnen. En dan won ik. En toen ging ik bij de radio solliciteren, de landelijke radio, iedereen zei, je bent gek, daar kom je nooit tussen. Ik zeg, let maar op. Ik solliciteerde met een cd'tje, ik werd uitgenodigd bij de Tros. Weet je, dus voor mij is het, als kind was dit voor mij de normaalste zaak van de wereld. Dat de wereld een grote snoepwinkel is, waar je gewoon kan zeggen, nou doe mij dat maar, doe mij dit maar, doe mij dit maar, doe mij dit maar. En dan is het toch het gekke dat we dat inderdaad als volwassenen bijna een soort van verleren of niet meer geloven. Ja. En jij gelooft het dus nog. Ja, en ik moet wel zeggen, het gaat niet altijd vanzelf, hè, maar ik denk dat het een kwestie is van bewust mee bezig zijn. Maar ik heb afgelopen periode wel een aantal dingen gehad van dit kan niet zomaar zijn. Weet je, dat ik ook een stukje met mijn coachklanten, maar laten we even zo teruggaan. Ik ben gestopt met mijn sportcarrière en toen had ik eigenlijk zoiets van ik wil graag ambitieuze mensen gaan coachen. Amateursporters, geen topsporters, maar amateursporters die eigenlijk zoiets hebben. We hoeven niet fanatiek amateur, maar iemand gewoon die gewoon graag sport. Die ook nog een carrière nastreeft en misschien wel ondernemers zijn of gewoon daarin ook nog ambitieus is. Een gezin heeft en sociaal leven en denkt, shit, hoe doe ik dit nou? Ik wilde die mensen eigenlijk graag gaan coachen, maar ik had toen zoiets van, ja, dat kan ik niet gaan doen. Want ik heb geen coachingsopleiding, ja, die heb ik nu wel. Ik heb geen ervaring van, hoe doe ik dat zelf? Hè? Hoe hou ik zelf die ballen in de lucht? Ja. Dus toen had ik zoiets van, weet je, ik ga eerst 2 jaar werken en daarna komt dat wel. Nou ja, ik ben nu 2 jaar verder en ik ben nu coach. Maar hoe dat is gekomen, ik werd op een gegeven moment opgebeld door iemand, een man waaraan ik een hartslagmeter had verkocht. En we hadden zo'n leuk gesprek gehad. En ik had wel gezegd dat ik heel erg met mindset bezig ben en wat dat doet met sporten. En op een gegeven moment werd ik door die man gebeld. En hij zei, Sanne, jij herkent, jij weet wel misschien wel niet meer wie ik ben. Maar ik wist het nog wel, ik wist hartstikke goed wie die man was, want we hadden een leuk gesprek gehad. En hij zei, ik heb misschien wel een rare vraag, maar ik wil door jou gecoacht worden. En ik had net, een paar weken van tevoren, had ik tegen mijn vriend gezegd, weet je, ik ga weer met dat coaching aan de slag. Ik ga dat uitzetten, ik ga dat aan de slag. En op dat moment had ik mijn opleiding niet afgerond. Ik had eigenlijk gewoon niks. En die man belt mij gewoon op. Ja,
Je kan sommige mensen zeggen dat is toeval. Ja, prima, maar ik geloof niet dat dat toeval is. Die man, die had mij op dat moment gewoon nodig. Ja. En jij hem dus ook een soort van. Ja. Ja, en die man die begeleid ik nog steeds. En die is, ja, het is zo gaaf om te zien welke stappen die zet. Dus dat is wel heel mooi om, hè, dat je uiteindelijk mensen op je pad komen waar je echt verder mee kan. Ja. Maar jij bent ook spontaan. Heb je dan nooit angsten? Want misschien dat iemand anders denkt, wat moet hij vinden van me? Dat dit is geen moment dat die gedachte in je opkomt. Nee. Je hebt gewoon vertrouwen in dat puur en zuiver is. Ja. Dus je laat je niet beperken door een overtuiging van iemand wil altijd iets van je. Of je moet oppassen met vreemden. Weet ik wat voor een gekke overtuiging je allemaal kan hebben. Nee. Ik geloof echt in de goedheid van de mens. En ik geloof ook op mijn eigen intuïtie en mijn vertrouwen. Dat ik dan op het moment dat het zo is, dat ik daar ook naar handel. En ik heb afgelopen periode heb ik dat ook een paar keer gehad. Zodat ik niet heb gehandeld naar mijn intuïtie. Mm-hmm. Dat ik heb gezegd, oké, ik ga dat tegenwoordig wel doen, op mijn intuïtie handelen. En ik merk dat mijn omgeving daar nog niet altijd even van gediend is. In die zin van, Sanne, wat voor keuze maak je nu? En het is ook wel een lastige argumentatie om dan te zeggen, ja, mijn gevoel zegt dat ik dat moet doen. Dus dat ga ik dan toch wel argumenteren qua ratio. Maar ik maak mijn keuze dus echt op gevoel. Ja. En hoe weet je dan dat het... Ja, dat is een stomme vraag, maar toch. Hoe weet je dan zeker dat je gevoel het bij het rechte eind heeft? Dat is uit ervaring. Ja? Ja, ja, ja. En ik heb één keer gehad dat ik in een jury was gevraagd voor een sportgala. En toen werd uiteindelijk de mensen uitgekozen. En toen had ik zoiets van, toen werd er iemand uitgekozen, diegene is het. En daar stond ik niet achter. En toen zei ik nog tegen mijn vriend van, ja, weet je, ik ben het eigenlijk niet eens. Ik denk dat ik opzeg, stap uit de jury. Maar toen dacht ik ook, ja, zo belangrijk is het ook niet. En laat maar. En het is veel te vermoeid. En ik had echt allerlei excuses om daar mijn energie in te steken, want ik dacht, ja, ik ga me op andere dingen focussen. Uiteindelijk die uitreiking geweest en prima. En uiteindelijk krijg ik 2-3 weken later een mailtje van iemand best wel een heel lang verhaal. Met iemand die het dan niet mee eens was. En ik kon hem helemaal vinden in zijn betoog. Ja. Dus? En toen dacht ik daarna, ja, dit is een teken. Ik had toen gewoon naar mijn gevoel moeten luisteren om daar iets mee te doen. En het is achteraf, het is altijd achteraf praten. Maar ik dacht, ja, dat is wel belangrijk om gewoon naar je gevoel op je gevoel te vertrouwen. Ik herken het. Ik had laatst op 2 dingen ja gezegd, waar ik eigenlijk allebei geen zin in had. Allebei waren ze last minute afgelast ook. Ja. Ja. Dan gaat het gewoon niet door ook. Ja. Dan denk je, ja. Maar ja. Dan weet je eigenlijk voldoende eigenlijk als je geen zin hebt. Hè? Ja. Wacht, we zetten de kabouter weer even in beeld. Want die heeft toch nog ook even wat aandacht nodig. Ik zie hier allemaal boeken liggen over mindfulness. Wat ligt hier nog meer? Hou van jezelf. Ja. En dit is een boek dat ik pas bij een seminar heb gekregen van Erik Verhagen. Mm-hmm. Het boek voor ambitieuze... Mensen die leven in de nieuwe tijd. Oké, dat is nu dus. Ja, nou, hij gelooft heel erg in een stukje 5D. Dus waar we het net over hadden, dat je... 3D is wat we zien, maar 5D ook een stukje op je intuïtie en daarop vertrouwen. Okay. En daar gelooft hij heel erg in en ja, ik ook. Dus dat is wel heel erg mooi van hoe kan je ook op je gevoel nog meer op je gevoel vertrouwen en van daaruit handelen. Oké. Dus nog meer geluk en succes. Je hebt het zelf in de hand. Mm-hmm. Je bent wat je doet. Roos Vonk. En dromen durven doen. Ja, Ben Tegelaar. Ja, die heb ik al heel lang. Klassiekertje, ja. Ja, dus mij liggen heel veel boeken. Ik ben echt wel een beetje een... Boekenwurm. Ja, ik vind het lezen wel heel erg leuk. En Sanne, je wordt dit jaar 30, hè? Ja, hoe voelt dat? Wat brengt dat met zich mee? Dat ik een heel gaaf 30ersfeest ga geven. Maar niet zo'n standaard 30ersfeest zonder DJ. Ja. wat ik ga doen... moet ik het echt gaan doen. Ik ben altijd niet zo van de feestjes. En 30, wat houdt er voor mij in? Ja, dat is gewoon, ik vind het gewoon een mooie leeftijd om even bij stil te staan. Daar moet je er iets mee doen, ja. Ja, en wij zijn niet van de grote feesten, maar wij zijn altijd van samen eten en samen zijn. Zeg maar. Dat is voor ons belangrijk. Mm-hmm.
En ik heb natuurlijk iets met de natuur. Ik ben avontuurlijk. Fietsen, nou ja, het lekker eten, gewoon gezond eten is voor mij belangrijk. En ik ben dus nu aan het zoeken naar een huis. Een groot huis waar ik mijn vrienden en familie, die dicht bij mij staan, kan uitnodigen, zodat wij een weekend... Heb ik ook gedaan aan de 30ste. Ja, heb je ook gedaan? Ja, 2 huisjes gehuurd toen. Ja. Ja. Ik ga wel ergens in Limburg of in Ardenne. Dus als je nog tips hebt... Ja, ik zal even nadenken. Ik heb het in Zeeland gedaan, ja. Ja, dat is ook leuk. Wanneer ben je jarig? In oktober. Oké, dus ja, is nog net mooi weer misschien. Ja, dus dat is wel wat ik heel graag ga doen. En daar heb ik wel zoiets van, er wordt wel iets moois. Maar dan ben je dadelijk 30. En wat wordt er dan belangrijk, denk je? Kinderen? Nee, daar hoef ik nog helemaal niet over na te denken. Nee. Ik weet niet of die wel in mijn leven komen. Nee. Oh, dat is wel typisch. Je komt zelf uit een heel groot gezin. Ja. Oh, maar ik ben ook heel blij. Ik vind kinderen ook wel leuk. Alleen denk ik, ja, dat is misschien wel weer de egoïstische topsport. Hè? Mm-hmm. Ik denk, dan moet ik mijn leven helemaal om gaan gooien. Dan gaat het niet meer om jou, nee. Nee, dan gaat het niet meer om mij. En op zich is het misschien ook nog niet zo erg. En zou ook wel een heel goede les voor mij zijn. Maar ja, die vrijheid. En ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik weet niet of ik dan mezelf genoeg kan vertrouwen dat ik die rust... voor een goede opvoeding voor mijn kinderen, of ik daar wel goed in ben. En ik merk gewoon dat ik dat heel fijn vind, die rust en gewoon tijd voor mezelf. En ja, misschien ben ik er nog niet klaar voor. En als ik er klaar voor ben, dan zal het moment wel daar komen. Ja. Ben je wel tante al? Nee. Oh ja, trouwens wel van mijn vriendinnenkant. Dan ben ik wel, vier neefjes aan de enige. Ja. En wat doen je zussen eigenlijk? Oh, die zijn ook druk. Maar ook sportief? Nee. Ja, misschien vinden ze zelf van wel, maar ik vind dat maar niet. Geen topsport? Nee. Nee, ik heb een zusje die woont in Duitsland en die werkt bij Booking.com. Oké. Dus die heeft al de hele wereld overgezorgd, op een cruiseschip gewerkt, dus die is ook heel erg avontuurlijk. En een zusje woont in Eindhoven, werkt bij het CBS. Een heel pittige tante, die is wel ambitieus en carrière gericht. En mijn jongste zusje, dat vind ik ook wel... is ook wel ambitieus eigenlijk. Zij gaat de boerderij overnemen. Nou, ik net vragen, ja. Wie gaat de boerderij doen? Ja, ja, mijn jongste zusje. Ja? Het is toch wel stoer, want ze is nu 22, denk ik. En dat zit weet gewoon, ze wel. Zit al in de maatschap. Ja? Dat is bal, hè? Vind ik wel, ben ik wel trots op. Niet stiekem een beetje jaloers? Je denkt, shit. Nou ja, ik heb altijd gezegd, weet je wel, als zij het niet doet, dan doe ik het. Ja. Maar... kijk, ik ben door mijn sport ben ik natuurlijk een totaal ander leven gewend. Ja. Dat ik nu het weekend wegga en mijn vriend en ik, we gaan gewoon vaak een weekendje weg of we hoeven nergens naar te kijken. En op een boerderij... Dat kan niet. Nee. Je kan de dieren niet 2 dagen alleen laten natuurlijk. Nee. 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 En het is best wel het is een hele verantwoordelijkheid, ook qua sporten... Dus dan zou ik het anders inrichten. Hoe lang moet je op dan? Stel je zou de boerderij doen. Dat valt wel mee. Iedere boer heeft het anders ingericht. Maar mijn ouders staan volgens mij om 7:30 op. 7:00, 7:30. Die eten eerst samen en dan gaan dan de stal in. Dus zijn wij eigenlijk wel gewoon schappelijke tijden. En kunnen we van die koeien nou nog wat leren? Ja, ik vind van wel. Ja, wat bijvoorbeeld? Dat je je niet zo druk hoeft over te maken. Dat je gewoon overal al je poep in je plas kan laten lopen. Nee. Ja. Want dat heb ik wel eens als ik dan een stukje... Eet jij vlees bijvoorbeeld? Niet zoveel. Nee. Nee. Ik heb dan wel eens als ik een stukje vlees eet, ik denk ja, zoveel verschillen wij toch ook weer niet van die dieren. Hè? Dat ze niet kunnen praten wil niet zeggen dat ze niet intelligent zijn. Super intelligent zijn ze. Ik vind het met dieren... En dat is wel iets wat ik wel ooit een discussie met mijn vader over heb. En is mijn vader, die zorgt zo goed voor die dieren. Die berekent helemaal precies wat ze moeten eten. Die berekent ook het voer, dus wat ze precies krijgen. Hij is ook zo goed voor de dieren dat ze zeg maar in de stal... Nou ja, ze hebben zelf een machine. Of ja, een machine, het ziet er al zo uit als een machine. Maar een borstel waarin mee hun vacht geborsteld worden. Iets wat zelf de stront mee opgeruimd wordt. Hij is er zo mee bezig, en dat is ook gewoon topsport, hij is er zo mee bezig dat die dieren optimaal functioneren. En niet optimaal rendement opleveren, of gaat dat hand in hand? Ja, hij gaat hand in hand. Maar kijk, in die zin, ik ben dan een boerendochter, misschien ben ik dan eigenlijk wel gekleurd. Kijk, wij als consument, wij kiezen voor die euroknallers.
Dus daarom zijn die boeren genoodzaakt om op die manier zeg maar alles in te richten. Dat is puur door de economie. Die intentie van mijn vader, als je daarnaar gaat kijken, hij wil gewoon het beste voor zijn dieren. Ja. Want ook met de koeien in de stal, die kunnen daar een griep in hebben of iets dergelijks. Gekke koeienziekte. Ja, daar hebben mijn ouders gelukkig geen last van gehad, maar die zijn dan gewoon ziek. Ja. Van het feit, gewoon hè, van het feit dat die dieren in de stal ziek zijn. Ja. Dus ik kan er ook niet zo goed tegen als mensen zeggen, ik snap heel goed dat mensen vegan eten of vegetarisch, dat doe ik zelf ook. Of in ieder geval wannabe, zeg ik. Maar ik kan het niet zo goed tegen als mensen zeggen, ja, dat is slecht voor het leven van de dieren. Want als ik die stal in kom, dan denk ik, nou, hey, die beesten, als je ziet hoe mijn ouders zo werken, die doen alles voor om die beesten, die staan s'nachts op, dat die beesten maar de picobello bij liggen. Alleen ja, er zijn natuurlijk ook bedrijven bij waar het niet zo is. Want lijden dieren veel, of beelden wij ons dat maar in? Ja, kijk, ik weet dat het niet op iedere locatie hetzelfde is. Ja. Kijk, maar bij mijn ouders in de stal lijden die dieren niet veel. Nee. En, ook buiten? Die komen niet buiten. Nee. Maar dat heeft met het rendement te maken, ja. Dus ja, ik bedoel het niet verwijten. Nee. Maar ik heb zo'n filmpje op YouTube gezien dat als die koeien naar buiten gaan, dat ze door heen zijn. Hè? Natuurlijk, ja. Maar dat heeft dus mee te maken met het feit, weet je, dat ze... Dat wij niet meer voor onze melk en ons vlees... Stel voor dat mijn ouders ervoor kiezen dat hun dieren naar buiten gaan... Ja. Dan is het gewoon economisch niet meer rendabel om die boerderijen zo te houden. Dat is gewoon niet meer te doen. Nee, dus daar heeft het mee te maken. Ja. Dus zij worden genoodzaakt om op die manier hun dieren, of genoodzaakt, om op die manier zeg maar hun vee te houden. Ja. En daarnaast, omdat wij een bepaalde kwaliteit willen van ons voeding, zeg maar. Hè, mijn ouders die leveren hun melk, maar dat moet aan een bepaald percentage vet en eiwitten voldoen. Mm. Op het moment dat zij naar buiten gaan, kunnen zij het rantsoen niet meer bepalen. Want? Dus zeg maar het dieet. Dan buiten eten ze weer gras en weer eten ze weer andere dingen. Ja. En dan binnen, dan weten ze niet meer. Nu weet mijn vader precies, ze eten dit en dit en dit. Ja. En anders weten ze dat niet meer. Ja. Dat is super interessant. Ja, nee. We hebben nog zo'n 5 minuutjes. Wil jij of wil de kabouter nog iets toevoegen aan dit gesprek? Fucky. Soms moet je dingen gewoon doen, hè? Maar heb je deze gekregen of gekocht? Nee, die heb ik dus gekregen. Die is een bruikleen, zeg maar. Oh. Dat is wel graag, hè? Het is een doorgeefkabouter. Het is een doorgeefkabouter. Dus ik ga nog een keer iets doen waar ik denk... Binnenkort ga ik dus iets doen waarvan ik zeg van... Oké, fuck it, dit ga ik gewoon doen. Dat inspireert deze kabouter hier. Ja. Toedeledokie. Ik ga mijn eigen koers varen. En dat vaar ik al, mijn eigen koers. Maar dat is wel, heeft ze me die leven in het leven geroepen van joh, om mensen uit te dagen om echt gewoon, fuck it, weet je. We hebben allemaal zo'n veel wilde ideeën en plannen. En ik ben er ook van echt overtuigd van ga echt die fun en die flow achterna en zorg ervoor dat je datgene doet waar je plezier in van krijgt. En dan ben je energiek en dan ook de love attraction, dan trek je de juiste dingen aan. Als jij zelf in een hoge vibe zit, dan willen mensen alleen maar bij jou in de buurt zijn. Nou, dat straal je ook echt wel uit. Dat je hebt echt een levensvreugde die aanstekelijk werkt. Dankjewel. Ja. Als mensen hier ook in deze ruimte met jou een coaching willen, hoe kunnen ze dan het beste te werk gaan? Hoe ze mij het beste kunnen vinden? Ja. Via mijn website, en die is heel lastig. Sanne van Paasen.nl. En dus je hoeft niet, je praat ook met ondernemers, je hoeft niet per se sporter te zijn om met jou te praten. Nee. Wat kunnen we nog meer van jou vinden? Je hebt een YouTube kanaal, ja. Daar staan ook je podcasts op. Hè? Ja. Je interviewt ook mensen sinds kort. Ja, ik interview. Ik vind het gewoon leuk om inspirerende mensen te interviewen. Over hoe zij hun eigen koers varen vanuit flow en fun. Mm-hmm. En welke lessen wij daar wellicht uit kunnen nemen. Nou, daarnaast ben ik ook actief op Facebook en Instagram. En wat ook wel gaaf is om te weten voor de luisteraars, is dat ik regelmatig een sportief geluk event organiseer. En dat is dan een mental fitness workshop in combinatie met een mountainbike clinic. Want je ziet gewoon heel vaak van, als je aan het sporten bent, van welke struggles heb je dan? Of dat je niet in de juiste focus zit, of juist in die verkramping. Hoe kan je daarmee omgaan? En dan gaan we dan vervolgens op de fiets mee aan de slag.
Kijk, en dan kunnen we dan wellicht in de coaching mee verder uit gaan zoeken. En dat is ook wat ik heel veel doe tijdens mijn coaching. We zitten niet alleen hier tijdens mijn coachgesprekken, maar vooral ook op de fiets buiten. Want ik denk, door middel van het fietsen en het bewegen en het naar buiten gaan, ja, dan gaat het stromen. En ik jouw naam Intieme Google zie ik dat mensen ook recepten aan jouw naam koppelen. Zit je recepten online? Is er een boekje van met recepten van je woning? Ik heb nog wel een e-book online staan. Sportvoeding? Ja, sportvoeding. Wat ik dus tijdens mijn sportcarrière heel erg heb gedaan. En dat was toen ook echt wel mijn motto. Van, ik wilde een kijkje geven in mijn keuken. Hoe ik bezig was met een gezonde lifestyle. En dus dan deelde ik ook recepten en maakte ik recepten. En ik was echt vooral met pure voeding bezig. En ik heb destijds ook nog gedacht van, die pure voeding, daar wil ik eigenlijk mee aan de slag gaan. Daar heb ik ook een opleiding voor gedaan. Maar ik merkte toen, ja weet je, als mensen met hun voeding worstelen, dan zit er vaak iets achter. Ja. En daarom dat ik echt nu met coaching aan de slag ben en een breder scala kijk. En dat ik ook echt naar het totaalplaatje kijk van, en dan is voeding een onderdeel van. Ja, want eten kan zoveel zijn, hè? Troost, opvullen van leegte, gezorgen, wegeten. Ja. Maar ook andersom, wat ik zelf ook merk, en ik ben natuurlijk ook geen heilige en ik eet als snoep af en toe zelf ook wel. Maar op momenten, nu is het Pasen en je eet die chocolade paaseitjes, ik merk ook, dan schommelt mijn bloedsuikerspiegel van, maar ook mijn humeur. Ja? Ja. Ja. Dat is zo bijzonder, dus ook wat je eet heeft weer invloed op hoe jij je voelt. Ja. Dan kom je soms in zo'n cirkel terecht. Hè? Ja. 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 Oké, nou dankjewel voor dit leuke, inspirerende gesprek. Je zit dus in Vlieren, dat is in de buurt van Deurne. Reis je ook door het land heen? Als mensen je uitnodigen voor een lezing of een coaching, dat doe je ook? Ja, ik ga hier regelmatig op locatie of een clinic geven, of een presentatie geven, of een workshop geven. Dus dat doe ik regelmatig. En hoe heet het daar? De Amstel Gold Race? Zien we die ooit nog eens een keer fietsen? Als toertocht. Ik vind echt veel te veel mensen. Te veel mensen? Ja. Nee, ik vind het wel heel leuk. Ik vind het een heel gaaf evenement. Maar ik weet dat op die dag toevallig net aan de andere kant van de berg ook een toertocht is waar de helft misschien wel 1/4 mensen zijn. Dat vind je dan leuker? Ja, vind ik leuker. En hoe heet die toch? De Alternatieven. Ja. Amstel Gold Race. Ja. Ja, dat is de alternatieve. Ja, dat is wel in plaats van Amstel Gold Race. Ja. En moet je dan ook een berg op? Ja, nou ja, jij komt er vandaan uit Limburg, daar kan je niet omheen. Maar dan, de Amstel Gold Race blijft in Limburg en dan ga je naar België. Okay. Dus, en dan ga je eigenlijk achter Luik door. Dus dat is ook een hele mooie route. En ja, ik vind het wel heel leuk om aan evenementen mee te doen, maar als het te massaal is. Ja, nee, want je hebt verteld ook in een van je podcasts iets over een triathlon. Dat je met hoeveel mensen tegelijk in het water lag? 600 of zo? Ja. Ja, dat zijn we ook echt naar de nek grijpen. Ja. Ja, dus je bent niet voor niks geen teamsporter, anders word je wel volleybalkampioen geworden. Klopt. Ja. Ja. Oké, okay. We kunnen zo nog een uur verder praten, misschien doen we dat ook, maar nu zetten we het even stop. Is goed, dankjewel.